club Wailé moest na een mindere prestatie vorige week tegen Charleroi tegen KV Mechelen gaan voor de winst. De Mechelaars zijn wel het eerst gevaarlijk. De trap van Janssens gaat over. De gretigheid die vorige week ontbrak bij Wailé is er vandaag wel. Van Mechelen ziet Stenberg vertrekken. De jonge spits voelt haar kans en trapt. Bakkarne verkijkt er zich op. 1-0. Club etaleert no sweat, no glory. Nu Stiliano die zich doorzet, past het bij Van Mechelen en zij krult de bal enig mooi in de verste hoek. 2-0 na een kwartier. Ik vond ons ook de eerste helft, ook dat eerste kwartier, stonden we goed. We hadden eigenlijk al volledig onder controle. Ja, die eerste goal die komt uit niks. Die tweede eigenlijk juist hetzelfde. En ik kan er zo wel nog een paar van die fases opnoemen die dat je niet verwacht en die resulteren in een doelpunt. Ja, daar moeten wij gewoon volgende stappen in zetten. Het is goed dat er nu een weekje vrij is. Dat gaan we echt wel nodig hebben om hiervan even te herstellen. Maar bon, er zit wel zodanig veel kwaliteit in die groep dat ik heb. Dat we gewoon moeten doordoen. En de euro, ik heb het vorige week ook gezegd, de euro moet dringend een keer in onze richting vallen. Wailé gaat op zoek naar het derde doelpunt. Kerkhoven vindt via een gelukje Stenberg. Haar volley sterft op de lat. Na de rust is er veel minder te beleven. Een kopbalkans is lange tijd het grootste wapenfeit van de tweede helft. Tot Davinia van Mechelen het hele stadion wakker schudt. Dankzij de goede pressing van Kerkhoven krijgt het schietkanon de bal en pakt ze uit met een beauty. Een nieuwe sollicitatie voor het doelpunt van het jaar. De sfeer is top en ze hebben mij altijd gezegd dat ik moet antwoorden met de voeten en dat heb ik vandaag gedaan. Nog is het niet gedaan voor Van Mechelen. Na een vlijmscherpe counter loopt ze zomaar door het hart van de Mechelse verdediging. De wedstrijdbal is de hare. Net voor afluiten komen de forfaitcijfers nog op het bord. Nieuwkomer Gums trapt haar eerste voor Wailé tegen de netten. Als spits heb je toch graag een doelpuntje. Die leven van de doelpunt, laat ons zeggen. En de honger was er wel. Maar het kroopt nog niet in de hoofdjes. Maar het is toch belangrijk voor hen. En opnieuw ook voor de verdediging en de totale ploeg. Het keeper ook. Is een clean sheet ook wel mooi meegenomen.